Dames en heren, we hebben heel lang gewacht, want er kwamen maar mensen binnen en binnen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij om. Het is de 50ste editie van Literatuur Late Night te Den Haag. Wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? We hebben als eerste, na mijn praatje en nadat ik verteld heb dat je dit programma via een livestream kan volgen. Daar hebt u op dit moment weinig aan, maar voor de thuisblijvers die altijd ongelijk hebben, die kunnen dan via een livestream zien wat ze missen. Later kunt u het wel op YouTube nog navolgen, alles nog eens een keer bekijken wat u hebt meegemaakt. Wat we nu vanavond gaan meemaken is allereerst een interview met Hanna Barefoots, die op deze schrijversbank zit. Die komt zo beter in beeld. Vervolgens krijgen wij een overzicht, dat is niet het meest spannende onderdeel, maar wel een heel efficiënt onderdeel, van de literaire agenda. Dan krijgt u te horen naar welke andere evenementen u deze maand nog meer zult kunnen. Misschien nog wel iets langer dan deze maand, zodat u goed onder de pannen bent. Daarna krijgen wij muziek. Dat wordt gedaan door, en dat is ook wel weer leuk om erbij te vertellen, de jongste muzikante ooit hier aangetreden. Ze heet Sophie Toledo. Haar moeder is een schrijfster die ook in de zaal zit, maar daarover zwijgen we. En daarna krijgen we een interview met Mennesje van Keulen, die haar zware griep getrotseerd heeft omdat ze toch hier wou zijn. Dus prijs u gelukkig. Dat zijn de betere spontane applausjes. Vervolgens krijgen we een prijsvraag. Dat is een hels onderdeel voor de presentator. Dus daar heb ik alle hulp bij nodig. Dat gaat via een heel ingewikkeld systeem. De een moet staan, de ander moet zitten. Al naar gelang je staat of zit, heb je iets fout of juist niet. Maar je kunt er wel iets heel moois mee winnen. Namelijk de boeken van deze twee schrijvers die hier vanavond zomaar hebben willen komen. En dat is ongeveer het verhaal. We gaan gewoon meteen beginnen, want de tijd loopt. Als ik Hanna welkom mag heten, graag. Hi. Alsjeblieft. We hebben in een ver verleden altijd programma's gehad waarbij je dan fantastische keuzes kreeg. Of je witte wijn, rode wijn of water wilt. In dit geval kan ik alleen maar volstaan met het inschenken van een glaasje water. Hanna, gefeliciteerd. Je hebt net een nieuwe roman uit, Ivanov. Die ook bij boekhandel van Stokkum na afloop verkrijgbaar is, uiteraard. We kunnen over koetjes en kalfjes gaan praten. Maar wat ik eigenlijk meteen aan je wil vragen. Ivanov is een verhaal, eigenlijk een meerledige verhaal. Het is een verhaal waarin diep in de geschiedenis gegaan wordt. In 1927 opent het boek. Het gaat over een expeditie van een Russische wetenschapper, een viroloog, Ilya Ivanov, met zijn zoon. Die zijn in Frans-Guinea, ik zal niet te veel verklappen, die zijn chimpansees aan het insemineren met mensenzaad om een wetenschappelijk experiment te volvoeren. Vervolgens komen we in het heden en daarin kijkt een man terug. Felix heet hij, de gelukkige. Hij kijkt terug naar 20 jaar geleden toen hij op het hoogtepunt van de AIDS-epidemie in New York was. Nou, het boek is heel veel, maar wat ik allereerst aan je wil vragen, hoe kom je nou eigenlijk aan zo'n prachtig, sinister gegeven van mensen die apen en mensen willen kruisen? Nou, eigenlijk heel simpel. Het hele verhaal van Ivanov is waar gebeurd. Ja. En ik las daar een stuk over, ik denk nu zo'n anderhalf jaar geleden. Meer mensen kunnen dat gelezen hebben. Het stond gewoon in de Volkskrant. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar de vraag die ik meteen stelde was, waarom kon dat toen? Waarom werd het zelfs toegejuicht? Waarom kreeg Ivanov zoveel subsidies? En waarom horen we nu eigenlijk nooit meer over mensen die dat proberen? Terwijl het nu makkelijker is dan ooit eigenlijk met de technieken die we hebben. En dan kom je natuurlijk op ethische bezwaren, tegenwoordig dan. Er zijn allerlei argumenten om dat niet te doen. Maar ik vroeg me af waarom die toen niet golden, een eeuw geleden. En toen ben ik meer gaan lezen over Ivanov. Er is een prachtig proefschrift over. En dat proefschrift richt zich op zijn avonturen eigenlijk, wat je net al zei, hij is naar Afrika gegaan om apen te insemineren.
terug naar Rusland om daar een heel apencentrum op te zetten en vrouwen te werven, Russische vrouwen, die dus dat wezen, dat hybride wezen zouden willen dragen. Mm-hmm. Daar ging het over. Maar de nadruk in dat proefschrift lag heel erg op de invloed eigenlijk van cultuur en politiek op ethiek. En daar bleek eigenlijk uit dat Ivanov vooral heeft kunnen handelen, omdat er zoveel partijen waren die baat hadden bij zijn experimenten. Bijvoorbeeld in Rusland waren de Bolsjewieken aan de macht gekomen. Zij streden, om het maar even plat te zeggen, tegen de katholieke kerk. Dus zij zeiden van Ivanov, als hij die experimenten uit kan voeren, dan ondersteunt dat het Darwinisme. Hebben wij weer een soort stok om mee te slaan van, ga weg met je domme kerk. Dus zij gaven hem geld. Maar je laat ook in het boek zien dat het eigenlijk dat schandelijke experiment, dat het eigenlijk voortkwam uit ideologie. Dus ja, precies. Aan de ene kant had je het kolonialisme. En dat kwam erop neer dat mensen met een kleurtje, die werden niet gezien als mensen eigenlijk. Hè? Dus je was dan eigenlijk een beest met een beest aan het kruisen. Zo werd het gezien in de ogen van met name de Franse kolonialen. Ja. En die Russen, die zagen dat dan zonder acht te nemen op mensenlevens als het bewijs leveren voor Darwin eigenlijk. Ja, dat die waren veel minder bezig met die rassentheorie eigenlijk. Die is ook redelijk nieuw. In de 19e eeuw ongeveer kwam dat in zwang. Mm-hmm. Het idee, de rassenleer, het idee van dat er een hiërarchie is. Aap, donkere man, blanke man, om het maar even. En daar hadden de Fransen, die hadden iets aan die rassenleer. Want die wilden hun koloniën goed praten, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus precies wat jij zegt. Daarom gaven zij Ivanov ook nog eens een spreekwoordelijke zak geld. Mm-hmm. Om daar donkere mensen met apen te kruisen, om die in dat te ondersteunen. En dat is eigenlijk waarom onder andere hij die experimenten daar heeft kunnen doen. Je laat een vrouw ook in je boek voorkomen, als ik het goed uitspraak, Gergieva, dat is een Russische naam toch? Of wat is ook weer die vrouw? Oh ja, Georgieva. Ja, ik noem haar Georgieva, maar dat is de vrije interpretatie. Was die ook bestaand? Er is één vrouw geweest die. Er is een oproep geweest. En er is één vrouw geweest die ze echt die door alle ballotages kwam. Die zei: ik wil dat doen. Haar naam is niet bekend, dus die heb ik moeten verzinnen. Maar eigenlijk stond alles al klaar voor haar. Er was dus een Russische vrouw: ik wil dat doen. Die zei: ik wil dat doen in naam van Stalin, in naam van de staat. En het idee was dat zij dan 9 maanden lang. Ze verwachtte dat het 9 maanden zou duren, maar dat weet je natuurlijk helemaal niet bij zijn nieuw wezen. Begeleid zou worden door een vrouwelijke arts. Ook. Er was al een hele woning voor haar ingericht. Maar ja, voordat zij aan de beurt was, zeg maar, voor inseminatie, de mensen die de nieuwe Barnes hebben gelezen weten ook onderstaan en was je wel of niet in de gratie. Mm-hmm. Ivanov viel uit de gratie, heeft moeten vluchten en zij is nooit geïnsemineerd. Zij, er is eigenlijk niet bekend wat er met haar is. Dus ze heeft nooit het kind gekregen van de chimpansee Tarzan. Nou ja, nou, ja. Niet dat, ja dat was inderdaad, zo hebben we die aap genoemd. Niet dat we weten, maar dat hele proefschrift, dus dat is de voornaamste bron. Mm-hmm. Dat is gebaseerd op Ivanovs eigen aantekeningen. En ook nog eens de aantekeningen die bewaard zijn gebleven. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk. Het kan zijn dat er wel ooit iets gelukt. Dat er nog geen aantekeningen zijn. Of dat hij die aantekeningen meegenomen heeft in ballingschap. Of dat er. Dus er is een kans dat er wel ooit iets waarschijnlijk doodgeboren is. Maar dat weet ze eigenlijk niet. Nou, wil ik nogmaals niks verklappen uit het boek. Want dat moet je niet doen. Tegenwoordig worden lezers boos. Maar. Er vindt nog zo'n soort onderzoek plaats, hè? Dan in 1994. Ja. Dat is het hoogtepunt van de AIDS-epidemie. Wat ik heel sterk vond, is dat je eigenlijk merkwaardig genoeg vergeten bent hoe erg het was. En door het boek komt dit allemaal terug. Ja. Daar speelt het. En dan zie je hoe mensen eigenlijk uitgeroeid werden. En dan is er een wetenschapster met een naam die een beetje aan Frankenstein doet denken. Ja. En die heeft ook niet zoveel last van ethiek. Maar die doet het dan niet om ideologie, maar die doet het eigenlijk omdat ze het HIV-virus wil uitroeien. En dat heb je waarschijnlijk wel helemaal verzonnen, dit neem ik aan. Ja. Ja, gewoon helemaal. Hoe kwam dat zo? Kwam dat idee tot stand? Ik vind het altijd lastig om na te gaan. Ik zet altijd heel veel denkstappen tijdens. Ja. En het is eigenlijk meestal een afstreepproces. Ik begon eigenlijk met het idee van een trope heet het dan, van de mad scientist. Mm-hmm. Wat Ivanov zou je kunnen zien. Dat was een ware persoon, maar in de popcultuur zat een personage dat heel veel terugkomt. Mm-hmm. Frankenstein was eigenlijk de bron daarvan, de eerste mad scientist. Maar daarna in veel Batman en zo zit het, die staat het dan over. Ik wilde daar een vrouw van maken, omdat het zijn eigenlijk
waren allemaal mannen. Toen ik daar weer een jongen tegenover zette. En toen heb ik gewoon heel erg naar wetenschap gekeken. Je kan dat niet in 2016 laten spelen. Want dan zou het nooit meer een aap met mensen kruisen via inseminatie gaan. En dat vond ik juist een hele mooie gedachte. Als je nu een mens met een aap wil kruisen, neem je een cel, haal je menselijk materiaal uit, doe je dierlijk maar. Ja, saai boek. Dus toen kwam ik daaruit. En toen kwam ik inderdaad op het idee, omdat, want toen zat ik in de jaren 90 en ik zat in Amerika. Toen was het AIDS-virus. Dat was wat daar speelde. En daar heb ik ook zelf wel een persoonlijke fascinatie voor die epidemie en de geschiedenis daarvan. Daar is veel over geschreven, ook veel documentaires over. En toen bleek eigenlijk, nou ja, wat Helena dus zelf zegt, is, Helena heeft een theorie. Haar theorie is dat het AIDS-virus is ooit, dat is trouwens waar, ooit van aap op mens overgegaan. En zij zegt, dat gebeurde tijdens de experimenten van Ivanov. Dus dat legitimeert dan. Net het eigenlijk spiegelt zij het verhaal van Ivanov. Zij heeft geld nodig om dat te mogen doen. Voor haar reden, politiek-culturele reden, is dat dat AIDS-virus is mensen aan het uitroeien. En daarmee legitimeert ze haar onderzoek van, kijk, het is daaraan verwant. Ik ben dat eigenlijk onderzoek. Het was eigenlijk een beetje een dubbele agenda daarin heeft. Ja. Het boek is ook veel meer dan dit. Het is ook een terugblik van de hoofdpersoon Felix op zijn jongere ik. Die probeert hij te begrijpen. Ik lees het boek als een pleidooi voor empathie. Dat klinkt meteen zo staatsmanachtig. Maar het is wel meer dan dat. Want je krijgt ook wel empathie voor die getikte wetenschapster. Ja. Want ja, ze is wel bezig mensenlevens te redden. Je bent vaker in je boeken bezig met sociale of wetenschappelijke experimenten. Je voorlaatste roman Efter speelde in de nabije toekomst. Dat ging over een groep jongeren die last hebben van verliefdheid. En verliefdheid wordt als een ziekte gezien. Daar moeten ze dringend tegen behandeld worden. De roman daarvoor speelde in een afgesloten school. Ook weer een groep mensen met een slinkende voedselvoorraad. Je kijkt dan hoe ze op elkaar reageren. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kom je constant bij dat soort experimenten, bij dat soort dat pressure cooker-achtige situaties? Ja. Nou, ik denk dat veel van mijn werk gaat over normen. En dan in een hele brede zin. Ik zeg zelf altijd, het gaat over de verhalen die we onszelf en elkaar vertellen om met onszelf en elkaar te kunnen leven. Maar dat zijn natuurlijk een soort van normen en waarden. En ik vraag me altijd af, het is nooit bedoeld als, mijn werk is nooit bedoeld als kritiek erop, maar ik vraag me altijd af, wat gebeurt er als de omstandigheden zo veranderen, veranderen de normen dan mee? Dus we hadden het net over alles wat er was. Dat ging heel erg over, wat gebeurt er met onze sociale waardes, wanneer de context radicaal verandert, namelijk we zitten samen opgesloten zonder eten. In Efter ging het meer over, ging meer met een helikopter erboven, meer over wie bepaalt wat ziek en gezond is, wie bepaalt wat een psychische aandoening is, en waarom is verliefdheid dan geen psychische aandoening. En hier gaat het dan inderdaad, de basis is wetenschapsethiek, maar het gaat inderdaad over veel meer. Want vaak worden mijn boeken inderdaad gezien als laboratoria, heb ik zie ik vaak terugkomen. Ik denk dat dat heel erg voortkomt uit mijn eigen behoeften, omdat ik zelf iets wil ontdekken. Meer dan dat ik van tevoren een idee heb van, dit wil ik per se vertellen en hier heb ik kritiek op. Zo, oh, maar zo werk hoe ik gaat niet. Dat ontdekken dan in zijn werk? Is het inderdaad zoiets dat je een krant leest en dat blijft hangen? Ja, wat als? Ik denk dan lees ik bijvoorbeeld Efter, las ik in de krant dat er een nieuwe DSM-catalogus uit zou komen. Dat is het handboek waarin alle stoornissen staan. En ik las dat, er staat bijvoorbeeld in, er staat er bijvoorbeeld, even heel kort door de bocht, staat er autisme, 8 symptomen. Maar om de 10 jaar komt er een nieuw handboek. En vaak verdwijnen aandoeningen weer. Ja. En komen er nieuwe aandoeningen bij. Dus dat bewijst dan maar dat het allemaal, dat zelfs ziekten zijn afspraken. En dat is iets wat ik heel interessant vond. Want het heeft met macht te maken. Wie maakt die afspraken? Ja. Wat als we andere afspraken gaan maken? En dat zijn dan vragen die bij me opkomen. En de vraag die bij Ivanov in me opkwam, was eigenlijk heel simpel. Waarom doen we dat niet meer? En wat als we wel mensen met apen nu gaan kruisen? En dan begin ik gewoon met verzinnen. En dan vaak denk ik, oh, wat ingewikkeld denk ik dan wel bij zo. Ja. En dan wil ik het eigenlijk liever bijna niet. Dan denk ik, oh, maar dan als zo'n idee maar blijft terugkomen, echt een maand lang, dan voel ik gewoon van, nou, het blijft mij interesseren. Dan het is een soort moeten, dan wil ik daar toch iets mee doen. En dan het is ga ik dat uitdenken. Wel bijna journalistiek gedacht, hè, van het zijn afspraken, zei je. Het kan met macht te maken hebben. Maar als je bijvoorbeeld naar zo'n ziekte kijkt die, ik denk 10 jaar geleden heel veel genoemd werd, MCDD, een soort jeugdschizofrenie. Dat was eigenlijk een soort verlegenheidsnaampje. En nu
zijn ze weer met iets anders bezig. Het kan ook zoiets zijn dat we het eigenlijk gewoon niet zo goed weten. Nee, maar we weten met die aandoeningen, dat is super vaag. Dat gaat allemaal, symptomen van schizofrenie zijn dan weer symptomen van, dat kan ook een symptoom van een psychose zijn. Dus dat zijn allemaal puur gebaseerd op afspraken, wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dus als je dat dan weer breder trekt, kan je dat ook weer op die wetenschapsethiek betrekken. Van dat het een soort van willekeurig is, van dat we nu echt allemaal vinden van, nou, je kan zo 5 punten noemen, maar als je nu zegt, ik ga een mens met een aap kruisen, voel je ill. Dat is je eerste reactie. Ill. Ja, maar waarom? 100 jaar geleden dachten ze niet ill. Dachten ze, wauw, laten we dat doen. En hoe komt dat? En wat is er in ons denken veranderd? Dat vind ik dan. Nou, misschien zien we het als een terugval. Want waarom zou je in hemelsnaam een mens met een aap gaan kruisen? Ja, maar waarom niet? Maar waarom niet is misschien wel de conditio sine qua non van je oeuvre. Want als ik ook kijk, er komen ook heel veel associaties in voor. Op een gegeven moment kom je in jouw roman, we gaan weer even terug naar Ivanov, kom je een Amerikaanse faculteitsmanager tegen. En 2 zinnen wordt hij toch wel even vergelijken met de schrijfster Dusha Meising. Ja. Omdat ze daar heel erg op lijkt. En hetzelfde strenge voorkomen had, hetzelfde korte zwarte haar en zo. Helena wordt eventjes vergeleken met, ik hoop dat nu u nog iets zegt, met Olijfje van de tekenfilmserie Popeye the Sailor Man. Ja. Dat zijn toch allemaal dingen die opborrelen en die in het boek komen. Dat, vind je dat leuk? Ja, het zijn natuurlijk ook een soort van, zelfs Dusha is nu een soort popculturele referentie geworden. Dat is wel. Ja, terwijl we zo zitten praten, denk ik opeens, er komt een meisje voor dat Lois heet. Dat heeft natuurlijk met Superman te maken waarschijnlijk. Nou, nee, nu je dat zegt. Ja. Dat mag je er ook in stoppen. Nee, dat heb ik niet zo bedacht inderdaad. Maar het is een goed, want het is natuurlijk ook een sidekick van de hero. Waar. Je bent hier eerder geweest bij Lieve Céline, je tweede boek. Ik weet niet of dit plaatje daar nou precies voor staat, maar... Oh god, nou ja. 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 Nou ja, het is heel gunstig. Ja. Kijk, we hebben het boek. Hoe kwam je nou eigenlijk bij deze zangeres? Céline Dion, nou ja, dat was ook weer... daar had ik al wat onderzoek naar gedaan voor een Volkskrant-artikel, wat er nooit is gekomen. Waarom niet eigenlijk? Waarom is dat artikel nooit gekomen? Dat zijn altijd de pittige dingen die we nog... Geen zin, toch? Ja. Dat ik onderzoek deed en dacht, en toen wilde ik misschien liever een boek maken, zoiets of zo. Maar het kwam eigenlijk door, toen had je nog Hives. En ik vond een oud klasgenootje, ik ben naar school gegaan in een school in Amsterdam-Oost en ik zie die kinderen eigenlijk nooit meer, maar een oud klasgenootje vond ik terug op Hives. Ja. En zij was een van de Nederlandse voorzitters van de Céline Dion fanclub. Dus dankzij haar kwam ik op het spoor. Kijk. Ja, daar is ze. Ach. Dit is Céline Dion. Maar wat er bijzonder is, je hebt natuurlijk heel veel fandoms en dat is sowieso iets wat ik heel interessant vind. Maar er zijn een aantal factoren die interessant zijn aan Céline Dion. Zij treedt eigenlijk maar op 1 plek op, dat is in Las Vegas. Mm-hmm. En wat je ziet is dat die fans gaan niet 1 keer, die sparen het hun geld op om daarheen te gaan. Dus het is eigenlijk een soort bedevaart. Ze gaan steeds opnieuw en leggen ze die bedevaart af. Elk jaar proberen ze een keer te gaan. En ze heeft ook een heel erg, ze heeft heel veel narratief is om haar heen. Want ze heeft bijvoorbeeld een hele bizarre liefdesgeschiedenis. Zij was 12, toen had je een manager, René, die was toen al in de 30. Ja. Daar heeft zij op haar 18e een relatie meegekregen. Toen ze meedeed aan het Songfestival. En die liefdesrelatie wordt met heel veel interesse en compassie ook gevolgd door de fans. Dus er is een heel veel verhaal om haar heen verder nog. René is overigens 2 weken geleden overleden, dus er is heel veel gedoe. Maar zo'n statische figuur, want dit is dus iemand met een vast omschreven rol, dat staat eigenlijk haaks op het Hannah Barefoot's universum, lijkt mij. Oh nee, ik vind haar juist wel... Nee, dat vond ik eigenlijk niet. Nee, je hebt gelijk. Boek geschreven. Toch zie ik een groot verschil tussen deze roman, Lieve Céline, en de boeken die je nu schrijft. Dat, hoe zie je... Ja, ik vraag je dus iets tegen natuurlijks. Ik vraag je eigenlijk je eigen ontwikkeling te bezien als schrijver. En je maakt al duidelijk dat je dat eigenlijk helemaal niet prettig vindt. Maar ik vraag het toch. Hoe zie je dat eigenlijk? Wilde je hoger, meer, verder, dieper? Nou, ik ben heel erg gehecht aan Lieve Céline. Maar ik voel wel dat het een boek is dat ik nu niet meer zou kunnen schrijven op een of andere voel. Want ik merk dat mijn
eerste twee boeken, maar dat is eigenlijk een ander ding, die hebben non-reflexieve hoofdpersonages. Mm-hmm. Eigenlijk mijn eerste boek ook, dat was een vrij oblivious personage. En Lieve Celine mm-hmm. gaat het ook heel erg over het hoofd van het personage mm-hmm. heen. En dat was hoe ik toen schreef. En dat is misschien, ironie is helemaal het verkeerde woord, want ik hou niet van ironie, maar het is wel een soort van manier waarop je afstand houdt. En ik vond het best wel, alles wat er was, had ik mijn eerste hele zelfreflexieve mm-hmm. hoofdpersonage dat meer op mij lijkt daarin. Ja. En ook meer op de columns die ik een tijd lang heb gemaakt. En dat vond ik best wel lastig in het begin, want ik dacht, mm-hmm. oh, dan als iemand zo reflexief is, dan kan je over alles wel meta gaan doen. Maar dat heb ik wel mijn, After was natuurlijk ook een paar, maar wel mijn laatste drie boeken gedaan. En mijn laatste drie boeken passen inderdaad bij elkaar qua dat experiment, hoewel dat niet bewust van mij is geweest. Het gaat gewoon altijd waar ik op dat moment mee bezig ben. En tijdens Lieve Celine had ik nog meer met dat fan zijn, dat fandom. En ik woonde net in Amsterdam-Noord. Mm-hmm. En ik heb het, mijn jeugd lijkt op, ik kom een beetje uit dat milieu qua mm-hmm. school en zo. Dus dat is zeker een deel van mij. Maar ik zou dat toch dan nu niet meer maken. Je zei net terloops eigenlijk dat je tegen ironie bent. Dat maak ik er onmiddellijk van. Ja. Dat verbaast me eigenlijk wel. Tegen ironie, dat is ook vaak tegen humor, tegen afstand. Je boeken zijn niet humorloos. Nee, maar het is niet tegen humor, want humor kan heel compassievol zijn. Maar ik was het heel erg eens en blij ook met wat je zei over empathie. Ja. Dat vind ik veel, ik wil graag, en dat geldt heel erg voor Lieve Celine eigenlijk ook, heel erg graag laten zien waarom personages handelen zoals ze handelen. Ik geloof niet per se in goede personages en slechte personages. Ik geloof in goede personages die misschien slechte beslissingen maken of niet alle kansen hebben gekregen. En ik wil heel graag laten zien hoe komt iemand tot zijn beslissing. Dus in die zin gaat het heel erg over mensen. En wil ik heel erg graag dat je voor al mijn personages, dus ook voor zo'n Helena die een beetje gek is, sympathie krijgt. Dus ook voor zo'n Celine Dion-fan, waarvan je ook zou kunnen zeggen, haha, dat domme wicht. Maar dat denk ik niet. Mm-hmm. En ik vind het doet me altijd wel verdriet als mensen denken dat een boek cynisch bedoeld is. Of dat ik wel dat meisje dan belachelijk heb kunnen maken. Want dat zou je te makkelijk vinden eigenlijk. Ja, en waarom zou je dat maken? Waarom? Dat vind ik niet. Ik bedoel, ik hou heel erg van u. En Felix is zelf een beetje ironisch. Want zijn blik is ironisch, maar dat is meer zijn karakter. Maar hij speelt ook toneel, hè? Maar ik als schrijver heb geen ironisch commentaar op Felix. Ja. Dat is meer zijn blik en dat is gewoon zijn soort humor. En ik deel wel een groot deel van de humor van Felix. Maar dat vind ik toch iets anders. Mm-hmm. Tegenwoordig, als je regelmatig een boek uitbrengt, dan word je zomaar veelschrijver. Veelschrijver, ja, ik zag het ook. Ik wil dan toch wel weten van, ben je al bezig met een nieuw boek? Aan het denken. Maar ik heb nu wel het gevoel van even rustig. Bij die vorige boeken had ik heel erg dat ik, voordat het nieuwe boek uit was, wilde ik al halverwege het volgende boek zijn. Dus dan leek het heel snel. Maar toen Esther uitkwam, was dit al half af. Dus dit heeft nog best. Dus dan lijkt het alsof je heel snel werkt. Maar nu heb ik best bewust even gedacht, pas op de plaats, nog even wat meer journalistieke stukken ben ik weer gemaakt. Of essays eigenlijk meer. Is het een heel systematische, gedisciplineerde activiteit schrijven voor je? Ja. Ja? Nou, kijk, het woord discipline, daar zit altijd iets in alsof je iets moet opbrengen. Alsof je iets tegen je zin doet. Dus soms zeggen mensen heel erg bewonderend, wauw, wat heb jij in discipline? Maar ik vind het leuk wat ik doe. En ik word heel ongelukkig van niks doen. Ik ben niet iemand die dan zegt, als ik thuis ben, wil ik nog een wasje draaien. Nou, ik heb niet eens een wasmachine, maar dat heb ik allemaal niet. Ja. Ik hoef het niet op te brengen. Het is niet dat ik baal van, oh god, ik moet weer gaan schrijven. Dus dan weet ik niet of discipline het goede woord is. Maar ik werk wel met een hele duidelijke regelmaat. Kondigt een boek zich bij je aan? Dat je denkt, nu moet het gebeuren? Ja, een beetje wel. Ja, net als bij Ivanov, eigenlijk bij al mijn boeken, er ontstaat een idee. En daarna denk ik echt nog wel van andere ideetjes. Soms schrijf ik ook verschillende ideetjes op. Ja. En als dat dan eerst en dan steeds er blijft terugkomen, het is meer alsof het je bijna achtervolgt. Van, laat me nou terug. Dan moet dat toch, gedaan. Dat nu heel vaag klinkt, denk ik. Maar, ik niet. Maar is het zo dat als het boek gebaard is, om maar die versteken terminologie te gebruiken, dat je er dan helemaal van af bent of blijf je er naartoe gaan? Vaak komt het
volgende boek wel een beetje voort uit het boek daarvoor. Mm. Maar soms is er juist een reactie op. Bijvoorbeeld Esther was 8 verschillende personages, 8 verschillende perspectieven. Dus ik wilde heel graag weer een ik-figuur doen. En het sluit thematisch allemaal wel aan, omdat het dezelfde persoon is die dat maakt. Dus ik maak persoonlijk wel een ontwikkeling door. Dus dat zie je ook terug in mijn boeken. Die groeien dan in die zin mee. Maar ja, je verliest wel. Als het eenmaal in de kast staat, dan is het toch ook wel weer weg. Vaak denken mensen bij een boekpresentatie, vooral debutanten, dat je het begin van iets viert. En dan kan je daarna, dat noem ik dan de postnatale boekdepressie, best wel leeg voelen. En best wel, want er, eigenlijk gebeurt er na een boekpresentatie niet zoveel. Een boekpresentatie betekent alleen maar, oké, nu moet je dus weer aan het werk. Ja. En eigenlijk vier je het einde van iets. Je sluit iets af. En het kan het broze begin zijn dat je dan lonkend zitten wachten op reacties van lezers. Maar dat is, maar alleen maar zitten wachten is... Beroepslezers. Ja. Nee, dat is ook zo hoor. Dat is zeker zo. Maar alleen maar zitten wachten kan niet. Want dan, dan is het weer zaterdagochtend. En als je dan wel of niet besproken was, dan moet je weer een week wachten op die krant. Nee, het is eigenlijk meer, je moet weer. En ook waar je lang naar uitgekeken hebt, namelijk het uitbrengen, dat verdwijnt ook. Dus opeens heb je ook niks om naar uit te kijken. Ik hoor van heel veel schrijvers dat het daarna een soort van heel een gat komt. We hebben nog ergens een foto van het hele prille begin. Dat ze altijd leuk. Dat zijn, dat is, nee, dit is niet. Oh, ja. dit was, vorig jaar. Hier was je genomineerd voor de BNG-prijs. De Maartje Wortel staat ernaast. Maar kijk, dat is het prille begin. Maar helemaal zo'n hoekje rechts en zo. En een dingetje. Wat zou je nou jezelf willen toeroepen in die argeloze staat? Ja, neem een beter kapsel. Ik heb er veel shit over gekregen toen. Nou, verder niet. Ik vind het ook wel lief. Misschien, wanneer was dit precies? Dit was, ik denk dat ik 24 was of zo. Dus 8 jaar geleden, 7 jaar geleden of zo. Ja, ik denk zoiets. Ja, daar stond ik. Er zijn altijd enorme ontdekkingen als ik een schrijver ontmoet. Je ontdekt een schrijver natuurlijk als je zijn boeken leest. Maar er is ook wel buiten literaire informatie. Hè. Zo kwam ik te weten in die genadeloze research dat jij familielid bent van Anton van Duinkerken. Ja. Heb je die ooit gekend? Nee, die heb ik nooit gekend. Wat verband heb je met Anton van Duinkerken? Nou ja, niet. Hij was de broer van mijn oma. Ja. En mijn neef Bernard, dat is dan zijn zoon, die is helemaal, die beheert het archief. En er staat een standbeeld van hem in Berg op Zoom. Dus ik weet eigenlijk alleen maar, en ik hoor wel eens verhalen. Dat Joseph Roth bij hem logeerde en dat ze dan samen op pad gingen en veel drinken. Hij dronk heel veel. Dat is trouwens een vraag waar ik me diep voor ga schamen. Heb je hem ooit gekend? Maar goed. Nee, het was wel grappig. Ik was vorige week op bezoek in het archief, het letterkundig archief. En toen zag ik een soort carnavalspop staan, dacht ik. Met een heel groot hoofd en handjes. Toen pakte die pop af en toen zeiden al die mensen, je mag niks fotograferen. Ik zei, wie is deze pop? Toen zeiden ze, het Anton van Duinkerken. Ah. En toen zeiden ze van, toen zeiden andere mensen, we waren met een groepje jonge schrijvers kregen een tour. Oh, maar waarom mag je niet fotograferen? En zeiden ze, dan moet de familie toestemming geven. En toen zei ik, maar dit is me oud. En toen heb ik toch allemaal foto's met die pop. Heel, heel belachelijk. Maar dat mocht toch niet, ik moest het vragen aan Bernard. Dus waar ik gewoon kerstdiner mee vier, moet ik vragen of ik dan die foto op dat is heel Twitter mooi. Mag zeggen. Het is heel mooi, ja. Ja, we zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar met, want we hebben nog allemaal onderwerpen laten liggen. Ik heb laatst een optreden gezien van een Amerikaanse performer. En die maakte dan een soort rare biep met zijn mond. En dan zei hij dat een onderwerpveranderaar was. Dus dat zou ik dan eigenlijk ook moeten doen. Ja. Maar het komt erop neer dat ik eigenlijk nog wel even terug wil naar die AIDS-epidemie. Je hebt verwezen naar die film Philadelphia met Tom Hanks. En kijk, we krijgen meteen een gruwelijk beeld. Oh ja. Denzel Washington. En je hebt daar gestudeerd op dat moment. En je zei net dat je daar toch ook persoonlijke, het heeft diepe persoonlijke indruk eigenlijk op je gemaakt in die periode dat je daar was. Wat was de reden dat je eigenlijk toen naar Amerika ging? Nou, dat was niet toen hoor. Toen was het, want ik heb maar goed, wat ik bedoel is ten tijde van die... Waarom dat? Waarom dat zo indruk maakte? Nou ja, dit is... dat noem ik, ik heb een andere vriendin die is daar ook. Je hebt een heel genre eigenlijk over AIDS in New York vooral. Philadelphia is een uitzondering, want dat is duidelijk Philadelphia. En er is heel veel over gemaakt. Je hebt Rent, dat is dan een musical, het ene spectrum. Het Angels in America is eigenlijk Rent, maar dan
highbrow. Een Normal Heart, een televisiefilm, heel veel documentaires. En eigenlijk vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Je hebt een soort van fysieke dingen. Dit eigenlijk zou Tom Hanks nu hier een rode vlek moeten hebben om echt alle AIDS-clichés te hebben. En dat is een verhaal waar ik heel erg naartoe word getrokken. Zoals sommigen dat misschien met een specifieke oorlog hebben, wat bijna iets opzins heeft eigenlijk. Van waarom ben je zo into de Tweede Wereldoorlog of into AIDS in Amerika? Maar ik denk dat er verschillende factoren zijn. Als je nu terugdenkt van wat er eigenlijk gebeurde. In de jaren 80 kwam er een ziekte waar mensen hele nare symptomen van kregen. Eerst dus eigenlijk van die rode vlekken. Daarna kregen ze plotselinge seizures en ze vielen gewoon dood neer. En het waren vooral, in San Francisco begon het eigenlijk, het waren vooral homoseksuele jonge mannen die net op dat moment hun vrijheid hadden bevochten eigenlijk. Ze hadden losgemaakt van dat beknellende jaren 50 en 60 waarin het allemaal niet kon en mocht. Net toen zij hun seksuele vrijheid vierde, werden ze eigenlijk gestraft daarvoor, want het is seksueel overdraagbaar in die gemeenschap. En er waren heel veel mensen, ook qua politiek, die ook een beetje voelden van, ja, eigen schuld. Dus wat die mensen hadden die echt in die community zitten, en nu zit ik zelf best wel in de Amsterdamse gay community, die verloren gewoon 60%, soms 70% van hun vrienden. Dus je moet je denken, laten we zeggen dat we 10 goede vrienden hebben, 7 mensen gingen gewoon dood en niemand deed iets voor hun gevoel. Dus er zijn ook heel veel bewegingen, politieke bewegingen opgekomen. Het is eigenlijk bijna, we hadden het net over die dystopieën even. Ja. Die je ook nu veel in jeugdfilms ziet dat strijden. Dingen als de Hunger Games en Divergent. En ik weet het dit is bijna zo'n verhaal. Want er kwamen echt bewegingen. En je kreeg ook daar weer ruzie in. Er waren hele radicale bewegingen. Die echt zichzelf gingen opsluiten in parlementsgebouwen. Van nu moet er AIDS-onderzoek komen. Nu moet er geld komen. Er waren weer afsplitsingen die ruzie kregen met de radicale bewegingen. Die zeiden nee, we moeten vredesprotesten. We moeten het met onderhandelingen doen. En ondertussen bleven mensen gewoon maar doodgaan. Dus dat is, als je daarin zat, een super heftige tijd geweest. En al die films die erover gaan vertellen allemaal een beetje hetzelfde verhaal van het is een rood vlekje, oh mijn god, we gaan dood eigenlijk. Maar dat heeft me altijd heel erg geraakt. Misschien wel om juist die oneerlijkheid. Net op het moment dat je er mag wezen, ga je dood. Ja, het is bijna een sprookje. Dus dat heeft eigenlijk al niet, mijn hele leven, dat is onzin, maar vanaf dat ik tiener ben ik aangetrokken door die verhalen daarover. Ja. En dat heb je gestalte gegeven in een prachtige roman. Dus dank je wel. Dank je wel. Jij bedankt. Okay. Bedankt. Dames en heren, nu krijgen we het reeds door mij aangekondigde onderdeel Literaire Agenda. Houdt u vast. Het is een hele grote, een hele lange ditmaal. We beginnen met het allereerst wat ons te wachten staat. Dat u ziet daar het hoofd van Connie Palme al. Zij treedt op bij een festival over schrijverschap en het eerste boek. Dat gebeurt door, zoals dat heet, gevestigde en nieuwere namen. En die delen dan hun ervaringen daarover. Ook uitgevers komen aan het woord. Connie Palme treedt erop. Renate Dorrestein vindt in de Bali plaats in Amsterdam. Dan zijn we toen aan het tweede festival. Daar ziet u het hoofd van de dichter en schrijver Erik Jan Harmens. Die is te zien op een festival dat heet Into the Great Wide Open. Het vindt in de Kleine Comedie plaats in Amsterdam. Schrijvers en muzikanten gaan op zoek naar de overeenkomst, tegenstellingen, confrontaties binnen elkaars werk. En ze creëren daar ook nog nieuw werk. Dat klinkt enorm interactief. En ja hoor, muziek en taal gaan elkaar daar versterken. Wie je nog meer kunt ontmoeten daar is bijvoorbeeld ook Maartje Wortel en Lieke Marsman. Goed. Dan zijn we toe aan het volgende festival. Ik ga er vrij snel doorheen, want we hebben nog een film. Een nieuw hoofdstuk heet dat. Dat is een benefietavond voor de vluchtelingenkinderen. En dat spreekt eigenlijk voor zich. Daar doen ontzettend veel schrijvers aan mee. Dimitri Verhulst, als ik goed heb, is dit zijn hoofd. Ja. Dimitri Verhulst, Connie Palme, Tommy Wieriga, Jellebrand Korstius, Kader Abdullah, Giet op de Beek, Ronald Gippard, Christine Otte, Franka Treur, Renate Dorrestein, alweer, Anne Vechter, Esther Gerritsen. En nog een heleboel anderen. Dan het volgende festival. Dan zijn we toe aan een iets dat heet uitgelezen verhalen. En dat is een acteur die heet, als ik het goed heb, Marcel Faber.
Het komt erop neer dat er acteurs, Petra Lasseur, Marcel Faber, Ludwig Bindervoet, vertellingen brengen rond het thema liefde. En dan putten ze uit werk van Chekhov, Raymond Carver, Lydia Davis, dus niet gering. Dat maakt allemaal deel uit van de week van het korte verhaal. Ook interessant om te weten. Dan zijn we nu toe aan woorden, zinnen. Dat vindt in Dordrecht plaats. Dat is laagdrempelig, zoals dat heet. Dat klinkt altijd dreigend. Podiumavond voor woordkunst in de breedste zin van het woord. En dan kun je dus genieten van wisselende performers. Zijn we nu toe aan het Brainwash Festival. Dat is een evenement dat in Den Haag plaatsvindt. Dat is nauw gelieerd aan literatuur Late Night. Ik wil daar voor de goede orde wel bij zeggen dat de kaartjes ditmaal duurder zijn. Want het is een ander festival. U ziet daar Mira Fitiku en u ziet daar Jan Brokke. Die worden geïnterviewd door de Belgische schrijver en ook performer Johan de Boze. Mis dat niet. Dan zijn we nog niet helemaal aan het eind, maar wel alweer bijna. We zijn dan bij de volgende editie, namelijk de 51ste, als je tenminste van de reguliere edities uitgaat, van Literatuur Late Night. En daar ziet u aan de ene kant het hoofd van Daan Heerma van Vos en aan de andere kant het hoofd van Vonne van der Meer. En die gaan dan met mij praten. Dan zijn we toe aan wat nieuwe boeken. Dat zijn vaak net verschenen boeken. U ziet daar de brievencollectie van Nanne Tepper, waarin hij giftig losgaat op het hele literaire leven. Dan ziet u daar Robert Anker, die een vrij dunne roman geschreven heeft, die Vergever heet. Franca Treur, ik moet het nog zien verschijnen, X en Y. Merijn de Boer, Het Jachthuis. En vandaag verschenen de nieuwe roman van Allard Schreuder, getiteld Sebastiaans Neus. Nou, u bent weer helemaal bij. Dat is heel goed om te weten. Dan is het nu tijd voor muziek. Ik heb er net al aangekondigd, de jongste muzikanten ooit op dit podium. Kijk. Wat ga je spelen? Ik ga 3 eigen nummertjes spelen. 3 eigen nummers? Is de cd te koop? Nog niet. Nog binnenkort niet? Kom ik uit met een nieuwe single, allemaal met een bandje. Ja. Er is nog work in progress. En wat zijn je inspiratiebronnen? Is bijna zo ontiegelijk veel. We gaan het allemaal beleven, dames en heren. Ik ga er niet over praten, maar. Dankjewel. Mijn naam is Sophie Toledo en ik ga dus vanavond een paar eigen nummertjes voor jullie zingen. En ik begin met het nummer Old Friends and Lovers. Recall our summer days in France.
Yes. Dank jullie wel. Gaan we meteen verder naar het volgende nummer. Het is eigenlijk een beetje begonnen als een grapje. Maar ik vind het nog steeds een van de leukste nummers om te zingen. Het gaat dan ook over alle verwachtingen die vrouwen van mannen hebben, maar die ze eigenlijk toch nooit echt helemaal waarmaken. Dus het nummer heet dan ook Dream Prince. Naar het laatste nummer. Die is voor Mirjam. Mirjam is 3 jaar geleden overleden aan kanker. En toen heb ik het nummer voor haar geschreven. En het heet Everyone's Gotta Go. What life can do.
I could see you're struggling with the pain, and I knew she will never be the same. She asked me to take her to the beer. It was the first fine day of spring, and I could see the sunlight shining in her eyes. But I knew what the next day would bring, 'cause when a day becomes a year, when hope turns into fear, you know one day she'll disappear. And yes, I know, I know, everyone's gotta go, but it still hurts me so. Dankjewel, Sophie Toledo. Mag ik graag naar voren hebben Mensje van Keulen. Dat is de tweede gast. Ze is de tweede gast met wie we gaan spreken. Alsjeblieft. Ik ben heel blij dat je gekomen bent, dat je niet hebt afgezegd. Dus ondanks de griep, dat wil ik eerst maar gezegd hebben, daar hoef je natuurlijk niet op te reageren. Mensje, ik heb je eigenlijk nooit als een Haagse schrijver gezien, terwijl heel veel boeken spelen in Den Haag. De jeugd vaak van je personage speelt in Den Haag. Je komt oorspronkelijk uit Den Haag. Maar hoe is het nu eigenlijk om toch... voelt het als heilige grond nu je weer in Den Haag bent? Nou, het is wel een van de redenen waarom... Even kijken, gaat mijn stem is ook helemaal puin. Nou ja. We gaan heel goed luisteren. Op de eerste plaats... ik ben behoorlijk ziek, maar dat maakt niet uit. Ik ga niet klagen. Ik wilde niemand die zou komen teleurstellen door niet te komen. Mm-hmm. En ik dacht ook Den Haag, mijn geboortestad, daar moet ik toch naartoe. Dus ik heb een man die zo lief is, die me gewoon met in een slaapstand, ik althans, niet hij natuurlijk, hier naartoe heeft gereden. En en ik hoopte erop dat er wat adrenaline zou komen, zodat ik toch wel je vragen kan beantwoorden. Maar ik heb het gevoel dat alles zich een beetje daar afspeelt. Mm-hmm. En toen zei net song zo van Everybody's Gotta Go, dacht ik, nou ja, als dat hier gebeurt, dan staat dat in ieder geval op beeld. Oh. Nou, laten we niet van... Mijn hele familie ligt zo wat hier in Den Haag begraven. Ja, maar dus, laat dat moment nog heel lang wegblijven. Je hebt net een nieuwe roman uitgebracht, Schoppenvrouw. Wat me opviel, ja, daarom een krankzinnige vraag, maar goed, ik ga toch maar gewoon vragen. Dat jouw boeken heel vaak aan het begin van het jaar uitkomen. Zit daar een soort geheim beleid achter of iets? Nou, dat is niet mijn verzoek. Dat,
Het had nu in principe november, december kunnen uitkomen. Maar ja. Dan zegt een uitgever dus, dan is er al zoveel. En dan moeten we iets apart gaan sturen naar de boekhandel. Terwijl het prospect dus al klaar is. Dus, dan, dus daardoor puur logistieke reden. Ja. Okay. Maar jij hebt geloof ik wel gelijk. Ja, dus, nou ja, nee, ja, maar ik vraag het me toch wel af. Omdat er natuurlijk ook wel heel veel omgaat als het gaat om het irrationele in het boek. Hè? Dat er komt een merkwaardige ziener in voor. Misschien ook wel een oplichter die kaarten legt. Er zijn niet helemaal rationeel te duiden verschijnselen. Hè. Er komt een hele enge broer en zus in voor die op een gegeven moment zelfs een soort vampireske egeltronies hebben. Een jong meisje wordt toch min of meer in het verderf gestort in het Den Haag van jouw jeugd. Mm. Dus mag ik dat zo zeggen of is dat weer te... In het verderf, iedereen overleeft. Iedereen overleeft wel, ja. Dus zo erg is het ook niet. Ja. Maar je hebt wel gelijk. Maar wat je nu zei over die man, die heler, die waarzegger, magnetiseur, kaartlegger. Al veel eerder in boek is dat duister toch ook wel al voorgekomen. In jouw boeken, ja, uiteraard. Jawel, ja. En, ik weet van Maarten het Hart dat hij ooit een essay schreef naar aanleiding van een roman in de jaren 80. Mm-hmm. Engelbert, die ging toen allemaal een heleboel keer de kleuren rood en bloed. Ja, die had tellen. Allemaal motieven eruit gehaald. Ja, he, die kleuren, rood en bloed en zo. Ja. Dus ik had ook net, toen ik aankwam, een e-mailtje dat hij het had gelezen en dat hij blij was dat er ook weer bloed in voorkomt. Omdat zijn gelijk bevestigd was, min of meer. Ja, maar dat is niet het enige, want dat donkere zit er inderdaad van begin af aan al in. Ik weet ook nog van Lieverleden, dat is een roman uit 75, dat ik geïnterviewd werd door iemand die toen ook zei, wat komt het vaak zwart en donker vaak voor. Dus kennelijk, zwart-rood. Hè? Is dat niet een roman die begint met zo'n scène bij een frituur? Er komt een kokende snackbar in voor. En dat is echt in Den Haag, ja. En dan gaat er een pan hete olie over iemand heen, uit woede. Toen konden we het eigenlijk al weten, hè, wat er aan zou zitten komen. Maar hoe begint het nou eigenlijk bij je zo... Laten we het op dit boek houden. Hoe begon het? Wat was het eerste idee om dit boek te schrijven? Na mijn vorige roman. Toen heb ik echt meermaals gezegd... Ben ik wel verstaanbaar? Gaat het wel? Oké. Ik ga nu nooit meer roman schrijven. Dat vergt toch te veel. Mm-hmm. En dan werd me ook wel eens gemoedelijk gezegd van... Ach, je bent ook wel klaar misschien. Maar dat vind ik dan natuurlijk weer niet. Wie zegt dat dan? Ja, nou ja, mijn dierbaren. Omdat ze vinden misschien dat ik me als wat rust zou verdienen. Ja, okay. Ja. Maar of dat ik meer op mijn kleinzoon ga oppassen, dat kan ook hoor. Ja. Maar toen dacht ik ook, ik ga alleen nog over het korte verhaal buigen. Mm-hmm. En er zijn er nogal wat geweest door de jaren heen. Ja. En ik weet hoe moeilijk het schrijven van een kort verhaal kan zijn. Mm. Hè? Het snelle ergens in. En het kan weken en soms maanden ook duren voor je een kort verhaal af hebt. Maar voor dit boek wist ik, het is toch wel wat meer dan alleen maar een kort verhaal. Mm. En hoe kwam ik daar nou op? Ook omdat in de vorige roman is er een vrouw boven in een flatgebouw en een conciërge beneden. En die vrouw boven in het flatgebouw ontdekt dat haar buurvrouw, bij wie ze wel eens werkt, dat die dood in haar stoel zit. En die ziet er niet al te appetijtelijk uit. Mm. Dus ze verdenkt haar zoon van moord. Maar alleen maar verdenking. Dat komt ook verder niet uit. Maar ik dacht wel, ik wil iets meer toch doen met een vrouw die weet dat haar kind iets misdoet. Mm-hmm. Maar dat was tegelijkertijd niet het belangrijkste. Want wat ik wel al vind, al jaren, is dat die hele wereld van dat paranormale, daar kunnen mensen veel troost uit putten natuurlijk. Mm-hmm. En daar kunnen ze ook als vermaak zien. Maar het kan ook heel misdadig zijn. Mm-hmm. En je krijgt zelfs soms geregeld van die rare briefjes in je bus van meneer Halilou. Is er voor al uw geluk, relaties, werk en soms zelfs geld terug als het niet uitkomt. Nou, ik moet nog zien. Maar je laat het hier eigenlijk dubbelzinnig. Je laat het in het midden. Ik laat het in het midden. In ieder geval is die man wel, die magnetiseur, dat is wel een dreigende verschijning. Dat mogen we wel zeggen. Maar, ja.
Maar mm-hmm. dat is natuurlijk precies de schemerzone waar hij opereert, hè? Ja, maar hij, dat is eigenlijk het grootste gedeelte ook in het boek, hè? Van mijn vrouwelijke verteller vertelt dus... ik ga niet alles helemaal uitleggen natuurlijk. Ja, aan de andere kant. Maar hoe zij in dat rijkere milieu kwam, in een grachtenpand... Mm-hmm. waar dan deze heler, dokter Adami, komt om de moeder des huizes te verzorgen. Mm-hmm. Of te verzorgen, ook heel obscuur. Hij loopt met mm-hmm. een gele vloeistof in een flesje. En hij is in een zwart jasje gekleed met een kraagje. En ze ziet hem alleen nog maar op de rug... Maar uiteindelijk komt ze dan bij die Adami terecht uit bedrog, leed. Ik zal niet vertellen waarom. En dan is ze pas 16. En wat gebeurt er dan als zo'n man je zegt met al zijn charisma en de kaart gaat leggen. Elke keer zwarte kaart. Van, ik zie hier schoppen vrouw tussen al die kaarten. En ik wil het je niet zeggen, maar in het boek staat het allemaal wat duidelijker. Maar... neem nooit kinderen. Mm. Het zou je slecht bekomen. Mm. Nou, dan mag je 16 zijn en je mag er niet in geloven. En je mag er sowieso niet in willen geloven. Maar het blijft als een doem hangen. Mm. En daar ging ik van uit. Als dat als een doem blijft hangen. Je neemt dus wel een kind. En er gebeurt wat. Wat kan zich dan gaan ontwikkelen? Mm. Is zo'n man eigenlijk, is dat voor jou een soort belichaming van het pure kwaad? Hij is dat, nou puur, ja, wel, ik vind hem wel evil. Ja. Hij is echt kwaad, ja. Ja. Misschien, Maart het Hart, zouden we eigenlijk moeten leasen... om te kijken of het wel helemaal klopt wat ik nu ga zeggen. Maar er lijkt wel een soort verschuiving in je werk te zijn van... in het begin waren die echte slechterikken vaak botte, gewelddadige types. En ze worden steeds geraffineerder. Ze worden eigenlijk steeds enger op een bepaalde manier. Oh, gelukkig. Ja, weet je, dat maakt het verhaal weer maar spannender. Ben je ook zo over zo kwaad gaan denken? Of dat je dat... Nou, ik ga er natuurlijk niet van uit dat er per se kwaadaardige personages in boeken moeten zitten of zo. Maar toch komen ze heel vaak voor in je boeken. Ja, ze komen erin voor, inderdaad. Ja. En ik heb ook een aantal kinderboeken waarin ik... bij één kinderboek zelfs een man hebt die een kinderhater is, meneer Ratti. Maar die uiteindelijk ontdooit hij, hoor. Komt allemaal weer goed. Maar daar ging ik ook bij vanuit. Echt zo'n verschrikkelijke man die kinderen pest. En die zelfs op zijn stoep een parkeerverbod heeft met verboden voor kinderen en zo. Het is heerlijk om zo'n personage te scheppen. Ja. Maar in dit geval is het natuurlijk... in het kinderboek is het allemaal... grappig vooral, maar hierbij is het natuurlijk wel degelijk beklemmend. Ja. Er komt een ontroerend personage in deze roman voor, Schoppenvrouw. Dat is de moeder van het meisje. En die moeder, die is eigenlijk niets dan goedheid. Die wil het beste voor haar kind. Heeft geen vat op de dochter. Het is een puber, die gaat haar eigen weg. Die wil eigenlijk ook in een ander milieu komen, zo lees ik het. Hè, bij die rijke mensen op de Prinsengracht. Waar ze onder de indruk is van de manieren en van de beschaving daar dan. En ze weet niet waar ze in terechtkomt. En die moeder die drukt zich eigenlijk in een stroom uit. Een interpunctieloze stroom. Hoe kwam je op dat idee om die moeder zo te laten praten? Hoewel ik vrij lang over dit boek gedaan heb, is het niet zomaar ineens een idee. Dat gaat dan toch ineens vanzelf. Dat gaat vanzelf. Ja. Ik heb niet eens over hoeven na te denken van... ik ga die vrouw in gewone zinnen laten spreken. Nee, ik wist, ze heeft een woordenstroom. Klinkt zo'n stem dan in je hoofd? Dat hoor ik in mijn hoofd. Ik hoef nooit iets hardop te lezen of zo. Ja. Dat hoor ik. Je ziet het ook allemaal. Hoe ga je te werk? Ik neem aan dat je niet met de behangrollen met schema's van Thomas Roosboom werkt. Nee. Maar gebeuren er onverwachte dingen op iedere bladzijde die je schrijft? Moet ik me zo voorstellen? Behalve dat ik wist van dit gegeven van die doem die er moest hangen. En de wraak ook die er genomen wordt op deze dokter Adami. Mm-hmm. Plus nog wat er allemaal nog bij komt, is dat zij zelf dan wel in een rijke milieu is beland. Mm-hmm. Maar een man heeft van wie ze in feite ook niet veel af weet. Mm-hmm. Maar dat kun je allemaal wel heel sumier zeggen. Maar het is wel duidelijk dat het ook niet in de haak is dat hij toch ook wat loesje praktijk heeft als notaris.
Het is niet, nee, het is niet zomaar, zomaar een idee. Het is, hoe moet ik dat nou zeggen nog? Zoals wij, nou, ik ben een beetje... Nou, het is volkomen helder. Nee. Je zei, die man, dat is een notaris, hè? Ja. En dan een notaris... nou ja, van kwade zaak is misschien wat voorzaak. Een beetje. Een beetje wel, in ieder geval is hij ondoorgrondelijk. Dat lijkt bijna een soort verwijzing te zijn naar een erg mooie roman van je. Gelukkige, over die expatvrouw, als je het ja, nou zo dat, mag noemen. Ja, daar heb je eigenlijk ook wel zo'n relatie, zo'n drama, zo'n huwelijk, zulk ongeluk geschetst. Is waar, Maar ik voel een beetje, ik proef uit je woorden, dat dat allemaal heel intuïtief onbewust komt op het moment dat je schrijft. Dat is eerder het geval. Want behalve dat je wel ongeveer weet wat ik wil gaan doen, komt dat gaandeweg toch steeds meer binnen. Ja. En dan sta ik ook voor verrassingen als ik aan het schrijven ben. Mm-hmm. Ik herinner me ook bijvoorbeeld uit een eerder boek, De Rode Strik, dat die meisjes, die is een beestenman, heb je ook weer een kwaadaardige man die zijn intrek doet bij die alleenstaande moeder met die twee dochtertjes. Die op die konijnen zo mishandelt. Precies, en dan heeft hij een... het konijntje, Dat lag er ook nog om. Ik laat nooit dieren echt mishandelen, geloof ik, maar want... Ja, daar moeten we dat toch kan weer ik helemaal niet tegen. Ja. Dat kan ik helemaal niet tegen. Maar aan het eind van die roman bijvoorbeeld is het ineens zo dat ik dacht, pats, wat het meisje doet, is nu het konijntje meenemen naar haar zusje. Die, ze hebben die beestenman vermoord, die niet daarover heen is kunnen komen. Mm-hmm. En dan door het aaien van die vacht, dan gaat het misschien weer beter. Dat is één van die invallen, maar die heb je in feite voortdurend. Mm-hmm. En dat, ja, dan zijn het de personages die mij verrassen. En dat klinkt dan altijd zo vreemd. Zo van, ja, hoe kan dat nou? Want ja, ze komen ook zelf allemaal uit het duister tevoorschijn. Nou ja, we kunnen het ook nog op een andere manier benaderen. We hebben hier volgens mij nog een portret van Edgar Allan Poe. Ja, ik ben in zijn huisjes geweest. Ben je in zijn huisjes? Ja, zijn huisjes en aan zijn graf in Baltimore. En dat ligt echt aan een weg... knal vol verkeer, enorme herrie. Dus je zou er geen gedicht kunnen voorlezen van hem. Zo'n herrie. Ja, en hij woonde echt in een huisje in Baltimore. Dat was, nou, ik denk nog geen 2 meter breed. Mm-hmm. En dan 4 meter diep. En een klein aanbouwtje. Nou, en er stond ook nog rioolwater op de vloer. Het was echt wel helemaal Edgar Allan Poe. En dat andere huisje van hem staat in New York, maar dat is verplaatst. Mm-hmm. Het is een soort houten huisje. Ervoer je het als een vorm van bedevaartstocht? Ik heb een paar keer een non-fictieboek. En één boek is inderdaad een aantal verhalen die ik dan maar reisverhalen noem. Hoewel ik niet zo graag op reis ga. En die hadden te maken met mensen die ik wel bewonder, ja, of waar ik iets mee heb. Dus Waterloo, oorlog, waar willen mannen altijd naar oorlogsplaatsen. Edgar Allan Poe, Dracula, de verjaardag van Dracula die gevierd werd. Die ieder jaar nog gevierd wordt in Londen. De zusters Bronte natuurlijk, vooral Emily Bronte. Mm-hmm. We hebben ook nog een ander schrijversportret. En dan kom je, herken je hem? Oh, help me. Raymond Carver. Oh, Raymond Carver, daar is hier jonger op. Ik heb die gevraagd omdat hij staat voor mij voor Edward Hopperiaans Versteeld Verdriet. Hmm. Dat is ook een heel belangrijke kant in je werk. En je hebt aan de ene kant zeg maar die gothic kant met Poe en met die, de echte gruwel en griezel. Maar deze kant lijkt het ook steeds meer op te gaan. Raak je ook ontroerd door wat je schrijft? sorry, dames en heren, sorry. Hoest u even mee? ik laat me wel meevoeren, maar altijd, ik kijk ernaar. Ik kijk ernaar, hoewel je ook personages eigen maakt, en zeker met dit boek, dat gaat toch wel ver. Maar het is wel echt fictie. Je hebt nooit de neiging om een personage te willen redden? Die meisjes in de Rode Strik wel. En ik vind ook, in de kinderboeken wel. Die lopen goed af. Ja, maar grote mensen kunnen wel ergens tegen worden. Ja. Ja. En ik heb zelf bijvoorbeeld als de opera of zo, dan vind ik het helemaal niks als dat goed afloopt. Nee. De levende drama. Maar we hebben toch ook, we hebben nog, dat was
een man die op het strand gaat na een ruzie met zijn vrouw. Mm-hmm. Dan komt hij een hele grote zwarte man tegen. En het eindigt niet gunstig in erotische zin. Nee, het is vreselijk wat er gebeurt. Hij gaat naar zee, eet een broodje. Ja. Er wordt op zijn ruit geklopt. Ja. En er staat een grote zwarte man en die zegt dat hij zijn hondje kwijt is. Ja. Help me even. En dan zijn ze in het donker op het strand. En dan zegt hij, ik denk dat ik het hondje daarachter hoor. En dan gaat die man die net met ruzie dus door de ruzie is weggelopen even van thuis. Gaat met hem mee daar kijken achter al dat hout. En dan wordt hij, hoe zullen we het noemen? Ja. Hè? Het is eigenlijk een klassieke kinderlokkersverhaal, maar dan met een volwassene. Het is vreselijk. Nou, hij wordt zo vreselijk gepakt. Ja. En maar hij komt ook weer thuis. Hoewel hij wel denkt, zal ik nou geen aids hebben? Ik ga het toch maar vragen. Ik heb natuurlijk ook wel met je te doen omdat je ziek bent. En dan moet je al die vragen van me beantwoorden. Maar we zitten er nu toch, hè? Dus hoe gaat het nou precies in je hoofd? Ach. Waar is het gegeven? Waar gebeurt het? Dat is, of om eerlijk te zijn, geniet ik van die verhalen. De maar je weet dat de hersens nog altijd onontgonnen terrein zijn. Tenminste, het is nooit helemaal duidelijk wat er gebeurt. Ja. Dus ik weet dat ook niet. Niet alles is gruwelijk, Jeroen. Nee, echt niet. Maar er zit altijd wel ook wel een lichte toets. Ja. Dat kan ik toch ook niet nalaten. Dat is absoluut waar. Maar hoe dat dan werkt. Je kunt door de jaren heen zie je als er weer schrijvers interviews hebben en bijkomen, dan zie je ze heel vaak dingen zeggen. En dan denk je, dat had ik vroeger ook gezegd. Ach ja, het is nog steeds. Vaak lijken al die antwoorden op elkaar. En dan zeggen een aantal schrijvers, zegt bijvoorbeeld, verhaal zocht mij op. Vind ik ook, je kan er alles bij bedenken. Maar het is, soms is het alleen maar iets heel kleins zien. Mm-hmm. En dan weten van, als ik dat nou zo zou plaatsen, dan kan er iets helemaal uitgroeien. Ik heb begrepen dat je in 18 maart, is het meen ik, de Constantijn Huygensprijs krijgt, toch? Of, nee, ik had hem in het afgelopen jaar gekregen. Je hebt hem al gekregen, ik heb hem gekregen. In de war. Dat is altijd de opmaat voor de PC Hoofdprijs. Kun je daar alvast, want hij wordt over 2 jaar uitgereikt. En het is ook goed dat we hier zitten, want dan kan Den Haag dat alvast horen. En dan wordt het ook gewoon werkelijkheid. Dat zou terecht zijn. Hoe kijk je tegen die wereld aan? Tegen die vorm van erkenning voor je werk? Ik was totaal verrast met die Constantijn Huygensprijs. Want de telefoon ging. Nee, ik kwam thuis gewoon. Boodschappen gedaan. Antwoordapparaat. Mm-hmm. Luister af, daar staat de directeur van het Letterkundig Museum op. Kun je me even bellen? Toen dacht ik. Hij zei alleen, kun je me even bellen? Kun je me terugbellen? Verder niks. Je toen kent hem op zich heel goed? Of? Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb hem af en toe eens gezien. Nee, ik weet hoe hij eruit ziet natuurlijk. Hè. Maar toen dacht ik, die gaat me proberen te pakken voor een commissie of een jury. Ja. En dat doe ik niet. Nee. Dat doe ik niet. Dus ik dacht, hoe ga ik nou nee zeggen? Daar liep ik steeds mee. Dus ik ben gewoon alles gaan inpakken, uitpakken bedoel ik, in de koelkast zetten en zo. Dacht ik, dan ga ik op de bank zitten zo. Ik ga zo zitten, ik neem mijn telefoon, ik doe mijn ogen dicht en ik ga heel sterk nee voor hem zien, wat hij ook gaat zeggen. En toen vertelde hij dus dat ik die prijs had. Ja. En, ik geloof dat dan. En je zei nee? Nee, ik zei help. Help. En er waren nog wel eens, eerder zijn er ook nog wel eens, vooral nominaties, hè. Ik geloof 11 of 12 of zo longlist. En dan dat heb je, maar dan heb je 5 shortlists. Maar die gaan toch altijd naar mannen, dus, of meestal. Is dat echt zo eigenlijk? Meestal. Ja. Nee, ik zeg dat nu wat overdreven, maar dat maakt niet uit. Het is altijd verrassend, maar ik heb in de jaren 80, later jaren 80, toen, dat was een vrij zware periode, vond ik. Omdat vertellers mochten niet ook op een of andere manier. Ja. Hè, het was echt van, het moest het experiment. En het moest, je kreeg allemaal van die
benamingen met ik weet niet wat voor dubbele bodems en lagen. En wat ironisch, niet, ironisch realisme, hè? Dat was de ja, school waartoe je ja, gerekend werd. Daar werd ik toe gerekend, ja. En er zat wel humor in, maar ja, het wordt natuurlijk altijd van alles gezegd. Ik kan dat zelf niet bepalen ook. Je kan je eigen werk niet bekritiseren. Mm-hmm. Mij lukt dat niet. Mm-hmm. Maar die jaren waren echt, dacht jeetje, ja, die hele, daar woei echt een andere wind. Maar die schrijvers uit die tijd gingen daarna ook in feite toen ook al gewoon vertellen. Ja. Ieder boek is in feite toch een vertelling. En, dat is waar. Ja, ja dus, maar ik vond het niet makkelijk toen. Maar, wat is de erkenning, je hebt een heel oeuvre bij elkaar geschreven, we prijzen ons gelukkig. Wat is de erkenning die nog het meest waardevol voor je is eigenlijk? Oeh. Qua prijzen en zo. Pardon? Qua prijzen? Nee, voor jezelf. Ik bedoel, wat doet er? Je hebt de bekende uitdrukking als iemand zijn eerste stuk schrijft, of zijn eerste verhaal, geluk om jezelf in druk te zien. Nou, ik denk, wat is het eigenlijk nu voor jou? Want dit boek komt uit, je hebt meer boeken uitgebracht. Je blijft het doen. Ik begrijp net uit het begin van ons gesprek dat je het moet bevechten op familieleden die je liever als oppasoma zien. Mm-hmm. En toch schrijf je de boeken. Dus wat haal je er voor geluk uit? Als ik niet werk, dan zou ik niet weten wat ik moest met alles wat ik bedenk. Ja. En dan zou ik waarschijnlijk nog verschrikkelijk veel meer lopen mopperen. Ben je aanspreekbaar als je schrijft? Niet zo heel erg. Want als ik dan... Je hebt nou eenmaal een leven, hè, familieleven en de verplichtingen en vrienden. Dus dan heb je weer een etentje of zo. En dan moet ik me soms echt dwingen om op te letten, omdat... Mm-hmm. Een verhaal dan doorgaat. Mm-hmm. Of je zit in een voorstelling en juist dan, terwijl je muziek hoort of zo, dan begint het denken, gaat juist door. En er komt vaak tot een oplossing ook zelfs. Mm-hmm. Dus in feite laat het je heel moeilijk los. Mm-hmm. Dus hoe zou dat gaan als ik niet meer zou werken? Mm-hmm. Maar ik roep wel altijd van nooit meer, nooit meer. Mm-hmm. Wat is het toch lastig, wat is vreselijk. Ik heb zoveel geklaagd. Ik bedoel dat niet als klagen, maar het is toch veel afzien geweest. Mm-hmm. Omdat ik vaak 's nachts op zit, ook weer zo donker. Mm-hmm. En dan vergeet je soms de tijd. En dan ga je tegen de ochtend naar bed en dan neem je een slaappil om nog een paar uur te slapen. Mm-hmm. En dat is afzien. Zo, ja. Mm-hmm. Maar ja, als het je eenmaal te pakken heeft, dan, hoe moet je dat nou zeggen? Je begint ervan te houden, ook als de personages kwaadaardig zijn. Juist omdat misschien. Omdat het lukt. Omdat ze eruit komen, omdat het benadert wat je voor ogen had. Mm-hmm. Toch? Je maakt altijd een bescheiden indruk als het gaat om je opstelling als schrijver. De enige keer eigenlijk als we naar jouw schrijverscarrière kijken dat je duidelijker naar buiten kwam was via een andere schrijver. Via de vriendschap met Maarten het Hart dan eigenlijk. Hè? Daar zijn foto's van. Dat was bij de uitreiking van de prijs. Dat was had zomaar een klein dingetje gekocht. Want hij is al nogal op de penning, zullen we het zo maar zeggen. En hij zei ook van, dit had wel €3,95 gekost. Dat heb ik hier beet. En dat kon je buigen tot een katje of een slangetje of zo. Ja, in ieder geval een diertje. En dat had hij voor me meegenomen. Dat is heel aardig. Ja. Maar ja, ik kom zeer naar buiten. Ik zie hem zelden. Hij trekt zich alleen maar meer terug. Mm-hmm. En het is vooral omdat we in dezelfde periode debuteerden en toen allebei bij dezelfde uitgever nog zaten. En het is een heel ander werk ook. Ja. Maar ja, het is. Wij kunnen wel ook klagen, allebei. Ja. 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 We hebben nog een foto van het hele. Daar zit toen Maarten. Ja, natuurlijk, die hebben we ook nog. Ja, Paul Hane en Maarten. Paul Hane en dat is Maarten links, als iets. Dus niet rechts, maar links. Maar we hebben ook nog een foto van echt het prille begin. Hè, kijk daar. Oh, dat is PC, ja, Procurees. Ja. In hoeverre heeft dat Amsterdam Satirische Studententijdschriftje gevormd? Nou, je ziet dat ik tussen allemaal mannen sta, jongens. En daarna kwam ik ook nog in Maastricht, ook weer tussen allemaal jongens. Ja. Hoewel een ervan zich tot vrouw transformeerde. Dirkje Kuik was ja, ja. ja.
Maar nou, dat was, ik heb er ruim 2,5 jaar in gezeten. Je moest iedere week wat inleveren. En dat was wel een school, mm-hmm. als het ware. Hè? En ja, iets maken telkens. Ik maakte meestal korte verhalen, maar ook tekeningen. Mm-hmm. Dus ene keer een spotprint, de andere keer een tekening. Mm-hmm. Zou je die tijd nog eens een keer willen beleven? Nou, ik rookte toen sigaren en dat ging. Ik heb veel lopen hoesten op een andere manier dan nu. Mm-hmm. Zou. Dus dat, ja, dat was heel bijzonder. Het was heel bijzonder. Mm-hmm. Maar het is zo lang geleden ook. Ja. Mm-hmm. PC is een blad waarin heel veel lelijks wordt gedaan, hè, naar mensen mm-hmm. toe. En ik heb ook wel eens iets lelijks geschreven waar ik me nu nog wel eens voor schaam. Want zo, ik hou helemaal niet zo van polemiek. En dat mm-hmm. Maar ja, het zijn jonge honden. En mm-hmm. elke keer komt er weer een nieuwe redacteur bij en die is dan weer beter dan de andere. En zo verschoont het zich steeds, als het mm-hmm. ware. Want je blijft nooit langer dan twee. Ben je nog steeds abonnee? Volg je nog steeds? Ik ben nog wel steeds abonnee, maar ik kan niet alle namen meer onthouden. Nee. Maar dat is ook support, want ze hebben natuurlijk helemaal geen subsidie, niks. Nee, dat is waar. Ja. We zijn nog lang niet klaar, hè? Dat zeg je? Ja, eerlijk gezegd wilde ik nu een afrondende opmerking maken. Nou, ik wil je alvast feliciteren met de PC Hoofdprijs. Ja, nou, dank je. Dat hou ik in gedachten, weet je. Maar ik reken nooit ergens op, echt waar. Dat kan je beter niet doen ook. Nee, dat kan je beter niet doen. Bovendien, er zijn nog steeds schrijvers die echt nog aan de beurt moeten komen. Ja, is dat nou zo? Ja, iemand als Brouwers heeft hem zelfs niet gehad. Ja. En ik vond dat jarenlang een helemaal niet aardig, die man. En ook niet al dat werk en zo. Maar vooral heel, bij de laatste boeken waren het toch wel bijzonder. En zijn essays. Het is wel raar. Het is aan de jury en ik hoop dat ze in dit geval... En heb je nog zo'n... Ja, je hebt nog wel meer oudere schrijvers, toch? Tegenwoordig moet je stokoud zijn. Ja, laat het niet prepostuum zijn, hè, want dat is altijd zoiets. Nee, precies, ja. Ik zou in dit geval je eigen naam noemen. Mensen, ik wens je ook heel veel beterschap. En nogmaals, ik wil je hartelijk bedanken, want ik weet hoe zwaar het is geweest. Je moet een gesprek voor een bank terwijl je eigenlijk in bed wilt liggen. Ja, het publiek is je ook dankbaar. En ik zou je willen vragen om vooral nu in te dutten tijdens de prijsvraag die ik ga doen. Want, oké. Oké, dankjewel. Dank je. Dames en heren, dat indutten tijdens de prijsvraag was natuurlijk niet helemaal serieus. Want de vragen zijn fantastisch. Die zijn door Marcel Tevens bedacht. En ik heb niet een heel groot talent om dit op de juiste manier te doen. Ik heb onthouden van vorige keren dat degene die wil meedoen, dat die moet staan. Dat is ook om verwarring te voorkomen. Als je een fout antwoord hebt, dan moet je weer gaan zitten. Dan mag je ook niet meer staan. Je kunt twee dingen doen. Je kunt je linkerhand opheffen of je rechterhand. En een van die handen geeft een goed dan wel fout antwoord aan. Ik stel gewoon voor dat we beginnen met de prijsvraag. Dus nogmaals, voelt u zich niet door mij op een bepaalde manier tegengewerkt? Ik zou zeggen, als je zin hebt om mee te doen, ga gewoon staan. Bovendien is er een vette buit. Twee boeken van deze schrijvers. En de vragen zijn in het begin heel erg goed te doen. Alleen de laatste vraag geef ik alvast aan. Dat heet in vaktermen van de grote Fred Oster heet dat een shoot-out vraag. Die moet je bij benadering beantwoorden. En degene die het dichtst bij zit, die heeft gewonnen. En dan kom ik langs en stel een diepte in, neem ik af en u krijgt de boeken. Oké, vraag 1. Vorige week begonnen in Nederland de nationale voorleesdagen tot en met 6 februari. Welke Duitse schrijver, sta ik goed? Ja, welke Duitse schrijver werd 20 jaar geleden wereldberoemd met een roman over een jongen die een oudere vrouw voorleest? Het boek werd tevens verfilmd met Kate Winslet in de hoofdrol. U kunt kiezen uit deze twee schrijvers. Die gaan we nu zien. Start by being honest with me. Oh, we krijgen eerst de clip. I've never told anyone. Maybe you should. When I was young, I had an affair. She was a friend of yours.
a kind of friend. She liked being read to. You never tell me what you've been studying. I'm studying a play. You can read it. I'd rather listen to you. Sing to me of the man, Muse, the man of twists. Twists and turns, driven time and again off course. Why do you leave early? He always leaves early. The affair only lasted a summer. I can't live without you. Even the thought of it kills me. Wel nu. U kunt kiezen uit de twee schrijvers bij de Wereldberoemd. Bernhard Schlink en Jan-Peter Bremer. Bent u voor Schlink, dan is het verstandig om uw linkerhand op te heffen. Bent u voor Jan-Peter Bremer, dan de rechterhand. Het verlossende antwoord, het is Bernhard Schlink. Dan gaan we door met vraag 2. Wie won vorige week de VSB Poëzieprijs? U kunt kiezen uit links Hester Knibbe en rechts de bebaarde kop van Ilja Leonard Fiver. Dat weet iedereen, hoor ik. Dat hoop ik dan, want het is Ilja Leonard Fiver. Dan vraag 3. Op 19 januari was het de 70ste verjaardag van de schrijver die al decennia geldt als een van de grote Britten, maar die in Nederland pas in de armen werd gesloten na de verschijning van The Sense of an Ending uit 2011. Is het Julian Barnes of is het Ian McEwan? Dus links Julian Barnes, rechts Ian McEwan. Het is Julian Barnes. Vraag 4. Er zijn erg veel mensen over. De kortste beroemde beginzin uit de wereldliteratuur is Call Me Ishmael uit de walvisvaardersroman Moby Dick, 1851 van Herman Melville. Uit welke roman is de volgende beginzin afkomstig? Mijn vader handelde in postzegels, in ieder geval dat dachten mijn moeder en ik. Is het van Arnold Grunberg, Blauwe Maandag, of is het van Thomas Rozeboom, Publieke Werken? Links Grunberg, rechts Rozeboom. Het is Arnold Grunberg, Blauwe Maandagen. Momenteel, vraag 5, draait in de bioscoop de film Carol, gebaseerd op een boek van Patricia Highsmith. Op welk boek is dit gebaseerd? Krijgt u eerst een clip. There are no accidents. And no explanation I offer will satisfy you. I like that. You seek resolutions because you're young. But you will understand this one day. How many times have you been in love? You're always the most beautiful woman in the room. Therese Bellevet. Carol. Tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. De vraag is, op welk boek van Patricia Highsmith is dit gebaseerd? Is het Strangers on the Train of is het The Price of Salt? Links Strangers on the Train, rechts The Price of Salt. Het is The Price of Salt. Vraag 6. Door welk literair werk werd het lied Trojan Horse van Luf, de formatie Luf, geïnspireerd? Dat gaan we ook even meemaken. Hebben we hem zo?
Is het Homerus, Ilias en Odyssee, of is het Virgilius, het verhaal van Aeneas? Links Homerus, rechts Virgilius. Het is, dames en heren, Virgilius. Ja, dit was een zogenaamde instinker. Nu komt de shoot-out vraag. Hebben we nog iemand over eigenlijk? Ja. Nou, ik durf te wedden dat hij zo het goede antwoord gaat geven. Op 18 januari jongsleden overleed de Franse auteur Michel Tournier. In welk jaar verscheen zijn bekendste werk La Roi des Zones, vertaald als De Elzenkoning? In welk jaar? Zal ik even bij u komen? Dat is bijna goed, het is 1970 en omdat u de enige kandidaat bent, hebt u glansrijk gewonnen. Alsjeblieft. Van harte. U kunt dit laten signeren bij de stand van boekhandel Van Stockum, die daar klaarstaat met allemaal boeken van Hanna Berfoets en van Mensje van Keulen. Of eigenlijk allemaal boeken. Ze staan er met Ivanov en ze staan er met Schoppenvrouw. Maar goed, dat moet afdoende zijn als u ze nog niet heeft. Ik wil u na deze ingrijpende, hoogdramatische quiz danken voor uw gewaardeerde aanwezigheid. Ik wil u ook graag verwijzen naar de volgende editie. Dat is nogmaals het Brainwash Festival met Mira Vitico en Jan Brokken, gepresenteerd door Johan de Boze. Een belevenis op zich. In de Schouwburg, dus het is niet hier, dat u niet hier staat, want hier is dan niemand. Na afloop kunt u nogmaals daar naartoe gaan. Ik hoop ook dat Mensje van Keulen in staat is om die handtekening te zetten. Misschien moet u niet te lange gesprekken met haar aangaan. Verder wil ik iedereen bedanken. Allereerst de schrijvers die hier zijn geweest, dus Hanna en Mensje. En vervolgens de organisatie die dit allemaal weer heeft mogelijk gemaakt. Ook audiovisueel. Dank u zeer en graag tot de volgende keer.